economisch staartkoekje. Njam, njam. Njam, njam. Hallo, liefste kijker. Ik ga... Weet je, ik doe dit later wel. Ik ben echt nog moe. Ik wil echt nog even slapen. Ja, dood met skaatkoekjes en donuts. Roze met groene auto's. Willem is een sukkel. Nooit met skaatkoekje hoor. Nam, 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 nam. Hallo, beste kijkers. Leuk jullie. Yoga! Dit slaapt erg comfortabel. Kijk jongens, ik kan de moonwalk. Ik kan de moonwalk. Kijk jongens, de moonwalk. Naar voren. Ah, mijn rug. Au. Ah. Hallo beste kijkers. Leuk. Ah, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Ik ben erg moe. Geen nieuw dat kan. Maar goed, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Kijk eens, vandaag dacht ik ga weer lekker rondrijden alsof er niks aan de hand is. Maar ik ben eigenlijk wel heel moe, dus ik stap wel gewoon in. Ik weet niet waarom die wiel daar ligt. Ik ben wel heel moe hoor, kijk eens. Dat is een beetje mijn ding. Dus laten we maar naar Rajiv's winkel gaan en dan... Oh, wacht, ik ben één ding vergeten voordat ik naar Rajiv's winkel ga. Oh, ik moet heel even snel iets allemaal pakken uit mijn slaapkamer. Ah, mijn bed. Weet je, heel eventjes liggen kan... Ah. Henk Dien, een auto is niet altijd een bed, maar een bed. Jouw leven, Henkie, is wel een auto. Donuts. Ja, ja, ah, ah. Ah, ik had toch de gekste droom, kijk eens. Au, ik droomde over donuts, kaartkoekjes en donuts. En toen hoorde ik stem. En die zei me toch iets? En nu heb ik me toch een idee? Kijk eens, ik heb zo'n goed idee. Ik heb me toch een goed idee. Oh, ik heb lakens, dekens en kussens nodig. Oh, wat heb ik allemaal hier? Ik heb in principe al wielen. Dat zijn er al genoeg. Ik heb een stuurtje nodig en wat mooie dekens. Misschien... Even denken hoor. Ik heb hier... Dit is een soort van gips wat eigenlijk gewoon tegen isolatie werkt. Maar misschien als ik er een beetje wat van afhaal... Dat ik dan wel een lekker dekentje kan maken. Ik heb toch zo'n leuk idee, kijk eens. Hier misschien wat hout van deze boom gebruiken ervoor. Autootje, ja. Jij gaat terug de garage in. Ah, kijk eens, het idee is, als ik niet uit mijn bed wil, dan hoeft dat niet. Hoor je dat, mama? Dan hoeft dat niet. Dus ja, kijk eens, ik pak wat nootmuskaatkoekjes en dan ga ik de slag. De slag, ja, dan ga ik de slag. En ik ga hier toch wat zo leuks neerzetten. Auw, oh, jotten! Oké, kijk eens, zijn jullie er klaar voor? Hij is super jotten, de puper, geworden. Hij is super puper geworden, ja. Ja. Hij is super mooi geworden. Zijn jullie er klaar voor mijn meesterwerk? Mijn mooiste fenomenale... Formidabele, fantastische, Frangelico bed. Het is een bed. Ik heb een bed gemonteerd. Kijk eens, ik heb inderdaad een beetje van de garage daarboven. De isolatie heb ik gebruikt voor leuke dekens en leuke hoeslaken en kussens en zo. En het heeft een stuurtje. Die vast zit, hij vliegt niet hoor. Dat is geen vliegend stuurtje. Ah, heb ik mooi walnotenhout gebruikt. Ik bedoel, je moet dat walnoot toch ergens voor gebruiken. Walnoten zijn meestal zo nutteloos. Je hebt toch helemaal niks aan een walnoot. Ah, en kijk eens, dus nu als ik moe ben en ik moet eigenlijk mijn bed uit, hoef ik helemaal niet mijn bed uit. Ah, is zo prachtig geworden. Laten we het even instappen. Ik zeg ook heel mooi instappen, maar ik bedoel eigenlijk gewoon erop liggen. En het leukste van allemaal is, kijk eens. Hij rijdt echt! Ja! Ik kan nu gewoon op pad. Hij is ook nog eens supersnel met mijn bed. Dus als ik nu moe ben en ik wil echt mijn bed niet uit, maar ik moet dan kan ik gewoon op pad met mijn rijdende pit. Hoe leuk is dat nou weer? En hij is ook nog eens echt veel te snel. Dus ik kan gewoon en slapen en heel snel bij mijn bestemming zijn. Ik ben hier zo blij mee, kijkers. Dit is echt de beste... Auw, prullenbak op de weg. Dit is echt de beste uitvinding die ik ooit heb gedaan. Dit is oprecht echt de beste uitvinding die ik ooit... Auw, heb gedaan. Auw, auw. Wow, dat hadden we oprecht nog best wel goed opgelost. Ik ben hier zo blij mee. Met dit resultaat. Auw, auw, ho, auw, 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 auw. Nou, ik heb er wel een bandje van gemaakt, hè. Ah joh, gelukkig lig ik in bed. Ik was aan het slaaprijden. Gebeurt vaker dan je denkt. Slaaprijden. Weet je waar ik nou vooral zo benieuwd naar ben in deze auto, kijkers? Hoe die het doet bij de sprong des doods. Auw, jee. Wow! Ik ben zo ontzettend benieuwd hoe hij het gaat doen, dus laten we gelijk gaan. De sprong des doods, kijk eens, met dit bed. Kunnen we zo hoog vliegen als zo onze dromen hoog zijn of zo? Geen idee. Oh, ja! Wow! Wow! Dit ging veel beter dan ik dacht. Wow! Wat prachtig! Wat ontzettend prachtig dit. Oh, en we kunnen ook gewoon lekker landen, want dat is het voordeel aan het bed.
Er zit een goede veer in. Ah, oh, dat was je perfecte landing. En als het goed is, kijkers, kan ik gewoon hier zo doorrijden. Kunnen we hier de bocht naar links nemen. En dan... Dan zijn jullie weer. Dus wel een sprong. Dit is doods 2.0. Ik ga het gewoon nog een keer doen. Eerst proberen we nog een keer doen. Yeah! Wat een goed pet is dit. Wow. We kunnen zelfs op het vliegveld landen. We landen gewoon op het vliegveld. Maar dan net ernaast. Ik moet wel zeggen, deze is wel echt een van de beste landingen. Kijk eens. Ik dacht, hoe gaat deze nou doen? Op het vliegveld met de snelheidstest. Ja. Nou, dus laten we een snelheidstestje doen. 3, go. Ja, die 2 in 1 hebben we niet meer nodig. Wow, hij is wel heel snel. Hij trekt heel snel. Eén keer boost met de bam. Wow, hij maakt een sprongetje. Zagen jullie dat? Hij maakt een sprongetje. Oh, au, 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 au. Au. Nu zijn de lakens nat. Ik heb in bed geplast. Ah, maar nu ik het zo zie, ben ik eigenlijk best wel moe. Oh, nu moet ik nieuwe lakens halen. Vind ik ook niet leuk. Zo, kijk eens. Ik denk dat we hier op het vliegveld wel de echte test gedaan hebben. Zelfs, oh, dat wilde doen. Dus laten we nu kijken. Hey! Of we nog meer tests kunnen doen. Ik heb nog wel een leuke. Aangezien de grip van dit pet telkens zo goed is, kijk eens, dacht ik. Wat nou? Hoe gaat hij deze sprong maken? Deze sprong is een van de moeilijkste Henkie-tests die er zijn. Ik heb hier onderweg naartoe trouwens best wel lekker geslapen. Eventjes gewoon heel rustig geslapen. Oké, kijk eens. Daar gaan we. We gaan de test doen. Hoe goed vliegt Henkie Boostbutton? Oh, pas op, pas op, pas op, pas op. Ja, ja. Ja, ja! Oh, wow, dat was wel een hele aparte wending. Dit is wel een hele aparte wending. Oh, dit is wel een hele aparte... Oh, dit is een aparte wending. En landing. Alsof we nog nooit zo goed zijn geland. Ik moet wel echt zeggen, kijk eens. Normaal monteer ik auto's met de beste motoren. Normaal monteer ik motoren met de beste auto's. Nee, ik bedoel. Normaal monteer ik motoren met ook de beste motoren. De beste wielen erop. De beste uitlaten. De beste kleurencombinatie. Alle top van de top dingen. En dit bed presteert gewoon beter dan letterlijk alles wat ik ooit in mijn leven heb gemaakt. En dit is een bed. Een bed. Hoe kan nou mijn bed zoals dit beter presteren dan elke auto waar bedrijven miljoenen in zouden stoppen om te maken wat ik zelf maak? En maak ik een bed. En dat is beter! Beter! Oké, kijk eens. Poging 2. Serieus beeld. Bam! Serieuze muziek. Bam! Serieus Henkie. Bam! En go! Oké, kijk eens. Dit is het moment waar we op gewacht hebben. Dit is het moment waar we op gewacht hebben. Henkie Boostbutton. Ja! Sprongetje erbij. En... Ja! Oké, dit wordt nog eens een recordje weer. Hier. Au, we stuiten er gewoon door. We stuiten. Au. Bam. Dit was serieus Henkie. Tot uw dienst. Ik moet zeggen, de Henkie Noodrem op deze auto performt beter dan elke Henkie Noodrem die ik ooit heb gemaakt in mijn leven. Normaal stoppen ze altijd op vet stomme momenten. Au. Maar deze niet, hier ik sta. Dus kijk eens, ik weet dat ik het elke Henkie video doe. En denk je dat je weet wat het is? Pauzeer dan nu de video en reageer wat je denkt dat ik nu ga doen. Denk je dat je het al weet? Laat het weten in de reacties. En? Ben je nou nog niet geabonneerd? Doe dat dan zeker eventjes. Ben je nou nieuw? Reageer dan even in de reacties. Hey, ik was nieuw, maar ik ben vanaf nu geabonneerd. En dan geef ik jouw reactie een hartje. Dus reageer zeker even. Henkie Jotem de Nerd, ik ben vanaf nu nieuw. En moet je wel geabonneerd zijn? Ben je niet geabonneerd? Dan geef ik je reactie een hartje. Ik weet niet of jullie dat verstaan hebben, maar ik zei, dan geef ik hem geen hartje als je liegt. Niet dat ik erachter kan komen. We gaan het zien. Abonneer. En like even de video. Dit is dan toch wel de befaamde Henkie test. Hier staat het. Mount Danger. Oh. Laten wij dan de test doen, kijkers. Ik denk... Au. Hier, stom hek. Val maar naar beneden. Doei! Dit is denk ik toch wel de Henkie-test, kijkers. Ik weet niet welke test jullie het leukste vinden altijd. Maar ik vind dit altijd een van de leukste tests om te doen. Kijken hoe de auto het overleeft om hier naar beneden te vallen. En dit is niet eens een auto, dit is een bed. We gaan niet een te hard sprongetje maken. Maar we gaan er wel voor in 3, 2, 1. We doen dit altijd maar. Het blijft leuk. Oh. Oké, dit bed die durft. Dit bed durft. Dit bed is een hele dag. Au, jee. Oké. Au, mijn hoofd. Er zit hier geen bescherming op. Kijk eens, au. Nee. Au. Pla. Er zat een kiezelsteentje in mijn mond. Oh, daar gaan we weer. Oh, jee. Au, weer mijn hoofd. Oh, ja, we gaan er eindelijk voor. Ja, dit was een goeie. En landen. Alsof er niks gebeurd is in de 360. En we gaan door. Au, mijn hoofd. Au. Oké. Weet je wat? Au. Oh, dit was niet de bedoeling. Au. Kijk, ik weet dat je lekker wil slapen, maar wat is dit dan? Wat ben je nou weer aan het doen? Hoe ga ik het bed hieruit helpen? Ja! Au. Ja,
Ik heb je... Auw, auw. Niet op me vallen. Bed, 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 kom terug. Bed, kom nou terug. Bed, kom terug. We praten erover. Bed, niet zo bij de hand doen nu. Oh, misschien... Dit ziet er eigenlijk ook wel comfortabel. Wie weet ligt... dit ligt lekker. Auw. Maakt niet uit, dit ligt nog steeds lekker. Zo, kijk eens, we gaan weer lekker rustig richting de stad. Dan zijn we toch het veiligst. Oké. Maakt niet uit, dit is allemaal de bedoeling. Let op deze landing. Let op. En boom. Weer lekker terug naar de stad, alsof we nooit weg zijn geweest. Oh, in ons bed, ouwe boom. Zo, hoppakee. En terug op de weg. Auw, mijn hoofd. Zo kunnen we lekker richting de stad gaan. Hier een sprongetje maken, die pakken we erbij. Waardoor we gewoon prima landen in iemands tuin. Ah, kijk eens, ik vond dit toch zo leuk met mijn pet. Weet je wat? Ik vond dit wel een van mijn favoriete voertuigen, moet ik nu wel zeggen. Ik heb veel leuke dingen... Ha! Ik heb veel leuke dingen gemonteerd, maar dit pet, dat vond ik toch wel een van de leukere. Hij spinkt wel heel veel. Oh, en we landen gewoon perfect. Hij was toch wel een van de leukere dit, om lekker een bed te gaan monteren. Ik... Voor de volgende keer... Knallen we niet meer tegen de muur aan. Ik zal dit bed herinneren voor de volgende keer. Als ik weer een keertje ergens heen moet kijken. En ik ben gewoon te moe om erheen te gaan. Dan is dit denk ik toch wel een goed idee. Om gewoon lekker met dit bed op pad te gaan. Hij is zo snel, ligt zo lekker. Alleen het enige ding is dat de kleuren nog niet... Auw. Dat de kleuren nog niet helemaal goed zijn. Hij is een beetje raar van kleur, vind ik. Hij is blauw. Maar ja, ik had ook niet echt een ander spulletje of zo. En ik kan niet echt omspuiten, want dan wordt het nat. En dan is het zeg maar viezig. Kijk eens, ik heb een drone opgehangen. Ik heb een drone opgehangen. Meerdere zelfs. Auw, dat was een paal. Nou, op terug naar huis, kijkers. Ah, dan parkeer je weer die lekker in de garage. Weet je wat lekker is? Auw. Nu, auw. We hebben nu gewoon in de garage ook een bear. Ik bedoel een auto. Deze kan niet in de garage staan. Weet je wat? Deze is voor John-Peter in de achtertuin. Als John-Peter nou een keertje wil gaan slapen, dan heeft hij een bed. Nou. Hoe leuk is dat? Slaap lekker, John-Peter. Ah, kijkers. Dank jullie wel voor het kijken in deze video. Na deze video ben ik wel ontzettend moe. Dus ik denk dat ik even lekker naar bed ga. Ben ik wel verdiend na zo'n drukke dag. Dank jullie wel voor het kijken naar deze video. Abonneer allemaal even. Like even de video. We gaan voor, weet ik veel, 3000 likes. Spreek jullie later. Glaasje water. Tel tot 4. Flesje bier. Duimpje omhoog. Ik ben Henkie en ik heb een oog. Doei!